welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer nieuwe make-up testen. En de video van vandaag is in samenwerking met Lyko. Ik denk dat een aantal mensen de website Lyko wel kennen. Maar voor de mensen die het nog niet kennen. Lyko is het grootste beauty platform in Scandinavië. En sinds jaar actief in de Nederlandse markt. Ze willen laten zien dat beauty voor iedereen is. En vooral heel leuk moeten zijn. Er moet geen bepaalde druk achter zitten. Iedereen is welkom. In Scandinavië heb je ook Lyko kappers, huidtherapeuten, winkels, etc. Dat heb je hier nog niet, maar misschien dat het nog komt. Maar in ieder geval is de website er al wel. En er staan echt een heleboel beauty merken op. En een heleboel producten. Waarvan ik er dus vandaag een aantal ga testen. Zoals ik al net zei, het is een Scandinavisch bedrijf. Waardoor ze ook een heleboel Scandinavische merken hebben. Waarvan ik ook een product vandaag ga testen. Een van de bekendste Scandinavische brands is bijvoorbeeld Foreo. Ik denk dat een heleboel mensen dat merk wel kennen. Ik kende het ook, maar ik had geen idee dat het vandaan komt. Dus dat vond ik wel een leuke fun fact. En ik heb dus vandaag een aantal merken die ik ga testen. Een aantal nieuwe merken die ik nog niet kende. Maar ook gewoon een aantal merken die al bekend zijn onder de meeste van ons. En we gaan gewoon vandaag met z'n allen kijken wat we van al die make-up producten vinden. Het zijn 5 producten, maar ik weet zeker dat ik ze goed ga vinden. Vandaag is ook gewoon weer mijn eerlijke mening. Het is gewoon echt weer een full force review. Dus we gaan kijken wat we van de producten vinden. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Alles wat ik vandaag ga gebruiken staat ook beneden in de beschrijving. Samen met mijn kortingscode heb je 20% korting op de hele website. Niet geldig in combinatie met andere acties. En de code is 7 dagen geldig, dus 1 week. Dus ga lekker snel shoppen mocht je vandaag iets zien wat je wilt. Of neem gewoon een kijkje op hun website. Ze hebben echt een heleboel producten. Oké, we gaan beginnen. Zoals je al kunt zien heb ik mijn gezichtsmake-up al gedaan, want daarvoor heb ik niks nieuws. We gaan vandaag beginnen met de ogen en ik heb dit oogschaduwpaletje. Van Sigma Beauty heb ik hier het Fairy Eyeshadow paletje. Dit is een prachtig warm oogschaduwpaletje met 9 matte en glanzende kleuren. Nou, dit is voor mij al wel een bekend merk en ook een goed merk. Ik heb vaker producten van hun getest, ook oogschaduwen en ik vind ze altijd wel fijn. Ze hebben een heleboel van dit soort kleine paletjes. Ik zie hier dat Lyko er 5 verkoopt en ik ben dus gegaan voor een beetje het warme paletje. Dus echt warme, diepe roodachtige kleurtjes. Ik ga hem even openmaken. Dit zijn dan alle kleuren. Ziet er echt heel mooi uit. Je hebt matte, glanzende en metallic kleurtjes. Ik ben zo benieuwd hiernaar. Ik heb dus al zo'n paletje van hun gehad ooit. En daar was ik echt heel blij mee. Dus hiermee ga ik een mooie beetje, denk ik, smoky look maken of zo. Laten we inzoomen op de ogen. We zijn ingezoomd. Laten we beginnen. I can't wait. Ik denk wel dat ik hier wat tape ga aanbrengen. Zodat ik een mooie strakke ooglook kan maken. Ik ga beginnen met deze diepe rode matte kleur. Die heet Summer Song. En die breng ik zo hier aan in de hoek. Ik dab het gewoon echt zo erop. Ik heb al geprimed met concealer. Ik wil dat het vandaag echt heel smoky wordt. En echt een hele warme look. Dat vind ik wel mooi. Dit is een hele aparte kleur. Het is ook niet echt rood. Het is een beetje een diepe oranje rode kleur. Dat maakt het wel een beetje uniek. Heel mooi. Heel veel pigment ook. Dan ga ik die kleur uitblenden met deze matte kleur. Die heet Paradise. En met die kleur ga ik gewoon zo'n beetje over de randen, zeg maar. En die trek ik ook ietsje meer door naar de binnenste hoek. Dan pak je deze hele lichte matte kleur, die heet Apricot. En daarmee ga ik zo helemaal over de bovenste rand om het allemaal goed smoky te maken. Gewoon een klein beetje, niet veel. Dan ga ik in met deze prachtige gouden kleur, die heet Sunsprite. En daarnaast breng ik deze rode glanzende kleur aan, die heet Scorched. Scorched, niet Scorched, Scorched. En die ga ik aanbrengen als een soort van cut crease. Hier zo maak ik een halve cut crease. Normaal gebruik ik daarvoor concealer om het heel strak te maken. Maar ik wil het niet per se heel strak hebben vandaag, dus ik ga het gewoon doen met oogschaduw. En wat ik dan doe, is dat ik het gewoon aanbreng alsof er al een halve cut crease is gemaakt met concealer. Dus ik ga het niet zo smoky aanbrengen. Dus ik druk het gewoon echt zo in. En dan maak ik gewoon zo'n harde cut crease lijn. Wauw, deze kleur, by the way, is echt geweldig. Kijk, ik doe echt gewoon alsof ik een cut crease maak. Zie je dit? Er is nou een hele harde lijn, alsof er dus concealer onder zit, wat dus niet is. Dit is een hele makkelijke manier om een cut crease te maken zonder echt helemaal die effort te moeten doen. Zonder helemaal in te moeten gaan met concealer, et cetera. Dit is gewoon de makkelijkere manier. Dan naast die gouden kleur komt de kleur Scorched. Die breng ik zo daarnaast aan en dan krijg ik zo'n mooi ombre effect van goud naar rood. Die kleur is wel iets minder heftig. Die in het goud is echt metallic to the max. Dat is het heftigste glanzende kleurtje in dit hele paletje. En de andere glanzende kleuren glanzen wel, maar iets minder heftig. Maar nog wel heel erg mooi. Oh, echt, I love it. Het is zo mooi. Dan pak ik weer die matte kleur Summer Song, die rode matte kleur. Dan breng ik het hier nog een beetje extra aan. Prachtig. Dit is echt een look die ik zou maken als ik naar een feest zou gaan, een bruiloft of whatever.
heel mooi. Dat goud en rood is echt heel mooi. Heel chic ook. Oké, nou kan de tape eraf. En dan heb ik zo'n strakke lijn. Zie je dat? Dit vind ik dus altijd heel mooi. Dat is zo heel netjes. En dan pak ik altijd gewoon weer mijn spons die ik heb gebruikt voor mijn gezichtsmake-up. En dan ga ik er hier zo overheen. Omdat je anders zo een afdruk kunt zien waar die tape zat. Zie je dat? Je ziet helemaal zo waar die zat. Als je er dan gewoon zo overheen gaat met je spons, dan gaat dat gewoon weg. Dan ga ik die matte kleuren die ik heb gebruikt ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Maar ik trek het niet helemaal door naar binnen. Ik breng het ongeveer hier aan in de hoek. Tot aan het midden ongeveer. Dan pak ik deze lichte glanzende kleur. Die heet Breezy. En die breng ik aan in de binnenste ooghoek. En ook een beetje onder mijn wenkies. Oké, mensen. Dit is dan de look. Wat vinden we ervan? Het is echt precies geworden als hoe ik het had verwacht. En ook wilde gewoon. Ik wilde echt een mooie, warme, pauwachtige look, zeg maar. En het is helemaal gelukt. De kwaliteit van dit paletje is ook echt goed. Vooral die glanzende kleuren. Echt super duper mooi. Ik zie ze helemaal glanzen. In het echt is het nog heftiger dan op beeld. Heel erg mooi. Maar ja, aangezien ik al vaker hun paletjes heb gebruikt, wist ik al dat ik het fijn ging vinden. Nou gaan we verder met wimpers. En ik heb hier nieuwe wimpers. Van Kleon Cosmetics heb ik hier hun False Lashes in de stijl Baby. Deze verpakking is echt te schattig. I love it. Dit is voor mij een nieuw merk. Ik ken dit merk niet. Maar hun wimpers zagen er echt prachtig uit. Je hebt ook echt een heleboel stijlen. En ik heb dus de stijl Baby. Die is best wel lang en heftig. En dat was ook echt wat ik wilde. Deze zien er echt prachtig uit. Ik hoop dat ze net zo mooi gaan zijn op mijn ogen als hier in deze verpakking. Ik vind het echt te cute. En deze lintjes zitten ook echt vast aan de verpakking. Dus je kunt ze weer zo opnieuw strikken als je dat zou willen. Ook echt heel mooi om als cadeau te geven aan iemand anders. Echt prachtig. En het zijn faux mink lashes. Dus geen echte mink. En dat vind ik altijd belangrijk. Ze zijn 20 euro. Dat kost wel wat. Dus ja, dan ga ik er ook gewoon vanuit dat de kwaliteit goed gaat zijn. Dus ik ga ze eventjes bijknippen, opdoen en dan kom ik zo bij terug. Wimpers zitten erop. Ik vind ze mooi. Qua dikte zijn ze best wel naturel, want ze zijn niet echt heel vol. Het is best wel een naturel dikte. Maar qua lengte zijn ze wel extreem. Ze zijn echt heel erg lang. Langer dan de gemiddelde wimper. Dus dit is echt helemaal mijn ding. Ik hou altijd van een extreme lengte, maar nog wel een naturel dikte, zeg maar. Ik hou er niet van als wimpers te vol zijn, want dan is het gewoon echt te nep. Dus dit vind ik echt heel mooi. Het staat ook heel mooi met de look. En omdat het dus niet zo vol is, kun je de oogschaduw er nog gewoon doorheen zien. Want ja, het is jammer als je heel veel tijd spendeert aan het maken van een hele mooie look en dan je wimpers ze helemaal bedekken. Dus dit is echt ideaal. I love it. We zijn uitgezoomd, want we gaan nou beginnen aan het volgende product. En dit is een van de make-up producten waar ik echt het meest enthousiast over ben. En dat is dit gezichtspaletje. Van Anastasia Beverly Hills heb ik hier het face paletje in de kleur Off to Costa Rica. Dit is dan hoe het paletje eruit ziet. Heel mooi bronzy glitterig. En dit is de inhoud. Een hele grote spiegel, een matte bronzy bronzer, een matte blush en een glanzende highlight. Super duper mooi paletje. Kijk even dit. Het kost wel wat, maar het is kwalitatief qua verpakking al heel erg mooi. Het gaat ook zo dicht met een magneet, zeg maar. Echt een super duper mooie verpakking. Maar ja, ik ben niks anders gewend van Anastasia. En de inhoud ziet er ook prachtig uit. Een grote bronzer. Ook fijn dat de bronzer het grootste is, want daarvan gebruik je ook het meeste. En dan een blush en een highlighter. Ik ben altijd op zoek naar dit soort gezichtspaletjes met letterlijk highlight, blush en bronzer. Want dat is zo handig voor op reis. Dan heb je gewoon drie producten in één. En het is ook moeilijk om zo'n goed paletje te vinden. Want alle drie de kleuren zouden dan moeten matchen met jouw huidskleur. En vaak is dat niet. Vaak kan ik dan gewoon één van de drie niet gebruiken omdat het gewoon niet matcht. En ook iets wat ik heel vaak zie is dat ze een hele glanzende blush erin doen. Way too much glans. En dan kan ik het ook niet gebruiken. Maar dat is dus hier niet gedaan. Ze hebben echt overal over nagedacht. En echt naar mijn mening het perfecte paletje gemaakt. Je hebt een aantal kleuren en ik heb de kleur af to Costa Rica. Nou, ik ben dus heel benieuwd. De spiegel is ook echt van een goede grootte. Als dit paletje goed gaat zijn, waar ik niet echt aan twijfel, gaat deze zeker overal mee. Op vakantie, overal waar ik ga, gaat dit paletje mee. De kleuren zien er mooi uit. De bronzer lijkt een tikkeltje licht, maar ja, ik hoop gewoon dat die goed gaat zijn. Ik ga ze gewoon eventjes alle drie swatchen. Dit zijn dan de drie kleuren. De blush is ook heel mooi, heel fel. De highlight is ook prachtig, heel mooi goud. Perfect voor mijn huiskleur. Als je mijn huiskleur hebt, gaat dit waarschijnlijk echt heel goed zijn. Oké, laten we gewoon beginnen. Ik begin met de bronzer. Ik ga gewoon zo in met mijn grote kwast. Oh, hij is helemaal niet echt te licht ofzo. Ja, heel mooi. Het is ook een beetje een naturel bronzer. Het is niet te heftig. Dat is ook ideaal voor de zomer. Dit lijkt me ook echt een ideaal zomerpaletje. Dan gaan we in met de blush. Oeh, die heeft volgens mij best wel wat pigment. Hij is niet helemaal mat. Ik zie hele lichte glittertjes er doorheen.
Ja, het is wel een heftige blush. Je moet niet te veel gebruiken. Nou, hopelijk is de highlighter ook nog goed. En dan heb ik echt gewoon het perfecte gezichtspaletje gevonden. Dus daar pakken we dan ook een klein beetje van. Oeh, kijk hoe mooi. Ik moet wel zeggen dat ik niet echt meer heel vaak highlight gebruik. Maar sowieso altijd nog wel op mijn neus en zo. Echt heel mooi. Kijk even dit, jongens. En het smelt ook helemaal zo in de huid. Het is niet alsof het zo op de huid ligt, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. En de kleur is echt perfect. Oh, ik ben zo blij dat het paletje goed is. Ik was zo bang dat de kleuren niet goed zouden gaan zijn. Maar dat is echt helemaal niet het geval. Ik ben er echt heel blij mee. I love it. Oké, dan de lippen. Ik zat op TikTok en ik zag een meisje met echt prachtige rode lipstick. Haar video ging helemaal niet over haar make-up. Maar de lipstick viel zo extreem op dat ook echt letterlijk iedereen in de reacties vroeg. Van waar is je lipstick? Welke lipstick heb je op? En ik moet zeggen dat ik ook echt rechtstreeks naar de reacties ging. Omdat ik wilde weten welke lipstick zij op had. En dat was deze. Ook van Anastasia Beverly Hills heb ik hier hun liquid lipstick. En ik heb hem in de prachtige rode kleur American Doll. Jongens, ik moest deze hebben. Toen ik zag dat Lyko het verkocht, ik dacht echt, ja, deze moet ik hebben. Ik heb ook deze make-up look helemaal afgestemd op deze lipstick. Deze lipstick was het eerste wat ik had besteld. En ik dacht, ja, ik moet nou gewoon een oogschaduw paletje hebben die hierbij past. En dit leek mij wel een mooie combinatie. Hij is echt prachtig rood. Je hebt deze kleur ook in een normale lipstick van hun. Maar ik ging ervan uit dat hij mij de liquid lipstick op had, want het was helemaal zo mooi mat en heel erg strak. Dus zij had waarschijnlijk de matte liquid lipstick versie. Dus die heb ik ook gehaald. Dus deze ga ik aanbrengen. Super mooi. Ik ben hem eventjes aan het laten drogen. Dat is echt een hele mooie rode kleur. Normaal kan ik niet echt matte liquid lipsticks opdoen, omdat ik hele droge lippen heb. Maar de afgelopen tijd doen mijn lippen het echt heel erg goed. Ze zien er echt goed uit en zijn niet meer zo overdreven droog. Dus nou kan ik dit gewoon aanbrengen. Ik moet ook zeggen, het voelt ook lekker lichtgewicht aan. Niet al te droog en trekkerig. Dus ja, heel mooi. Echt een hele mooie, perfecte rode liquid lipstick. En dan als laatste van een Scandinavisch merk een spray. Van Indie Beauty heb ik hier de Antioxidant Hydrating Facial Mist. Dit is dus een gezichtsmist die je gezicht zou moeten hydrateren. Online staat dat er hyaluronzuur, vitamine C en antioxidanten in zitten die beschermen tegen oxidatieve stress, ook van blauw licht. Blauw licht kan ook je huid beschadigen. Dat zit op je phone bijvoorbeeld, op je laptop. Al die stralingen zijn dus slecht voor je gezicht. Er staat gebruik zo vaak als u wilt, geschikt voor bij een lange vlucht, vakantie, achter de computer, etc. En het kan over make-up worden gebruikt. Nou, dat is vandaag heel belangrijk. Oeh, een hele zachte mist, daar hou ik wel van. Oeh, ruikt ook echt heerlijk. Aangezien het nou zomer is en we op vakantie gaan, et cetera, ben ik nou ook weer op zoek naar echt producten die ik kan gebruiken voor het reizen en zo. En daar lijkt deze mij ideaal voor. Hij is ook heel zacht. Het is een hele zachte mist. Online staat, dus gebruik zo vaak als u wilt. En dat zie ik mij ook wel doen, omdat de mist zo zacht valt op de huid, zeg maar. Als je een hele agressieve mist hebt, of een hele nattige, dan is hij niet heel vaak te gebruiken. Want dan verpest je gewoon je make-up als je hem te veel aanbrengt. Maar hiermee gaat het echt niet het geval zijn. Echt een heerlijke spray. Nou mensen, dit ging vandaag echt goed. Er zit letterlijk niks bij wat ik slecht vind. Dat had ik ook stiekem al wel verwacht. Omdat al deze producten ook online super goede reviews hadden. Als er één ding is wat ik vandaag wil aanraden, is het dit paletje. Dit gezichtspaletje. Pak de kleur die het beste matcht met jouw huidskleur. En dan ga je hiermee echt heel blij zijn. Nogmaals, vooral voor op reis en zo is het echt ideaal. Voor de rest is alles heel erg fijn. Deze spray, deze matte liquid lipstick. Echt een perfecte kleur. Dit paletje werkte ook echt geweldig en heb je in heel veel verschillende kleuren. En deze wimpers ook echt heel erg mooi als je houdt van lange, naturel wimpers. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties. Vergeet ook niet mijn kortingscode te gebruiken. 20% eraf op de hele site. 7 dagen geldig, dus wacht er niet te lang mee. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!